Ik ben Frans Reijgaard, ik ben de klantenluisteraar. En wat is een klantenluisteraar? Dat is iemand die organisaties helpt beter te luisteren naar klanten en de feedback van klanten te gebruiken om hun klantprestaties te verbeteren. Dat zijn dus de prestaties zoals de klant die beoordeelt. Ik doe wat ik doe omdat ik in de loop van de jaren heb ontdekt dat bedrijven de antwoorden vaak kunnen vinden bij hun klanten. Klanten willen je graag veel meer vertellen dan ze nu doen, omdat het zo simpelweg niet wordt gevraagd. Wat ik probeer te bereiken bij organisaties is dat zij zich continu openstellen voor de klant. De klant is geen koning. De klant heeft niet altijd gelijk, maar het is goed om alles te zien en te horen van wat je klant voelt en vindt. Ik help organisaties met advies, met trainingen, workshops en presentaties. Ik help ze concrete initiatieven te ontwikkelen om de klantprestaties te verbeteren. En ik help om hun medewerkers te motiveren de klant blijer te maken. Wat opvalt is als je bedrijven helpt om klanten blijer te maken, dat medewerkers ook blijer worden. Er is een directe relatie tussen tevredenheid van medewerkers en tevredenheid van klanten. Blije medewerkers maken blije klanten. Wat vindt de klant fijn en waar doen we de klant pijn? Ik hou ervan de dingen simpel te maken, omdat simpele vragen makkelijk beantwoord kunnen worden. Ja, het ging fantastisch. Hele goede groep mensen, heel gemotiveerd. De teams kwamen met ontstellend veel ideeën. Natuurlijk moet dat allemaal gefilterd worden, moet allemaal goed gemanaged worden. Maar een zeer productieve ochtend met heel enthousiaste reacties. En natuurlijk hoop ik dan dat de initiatieven die zijn gerealiseerd hebben geleid, en kan bijna niet anders, tot een verbetering van de klanttevredenheid.